ja, Wessel, zou je zeggen met drie nieuwe jongens in de basis, uh, dan moeten we even op elkaar ingespeeld worden. Maar dat uh, leek niet zo wel. Nee, uh, ik vond dat we sowieso eigenlijk al een hele goede week uh, gehad hebben. Veel met, elkaar, uh, veel met elkaar bezig geweest. En uh, ja, dat betaalt zich uit in een uh, dik verdiende overwinning. Je zegt veel met elkaar bezig geweest. Wat, wat, wat doe je dan vooral? Ja, veel praten. Je probeert elkaar te leren kennen. Dat je ook weet wat je op, aan elkaar hebt. Uh, je probeert je op elkaar, uh, op elkaar af te stemmen. Uh, ja, en dat je eigenlijk de anderen gewoon een beetje gaat begrijpen. van oké, okay, wat doet hij normaal in bepaalde situaties. En uh, ja, ik moet zeggen dat uh, we een hele goede week gehad hebben. En op de trainingen zag je ook al uh, de overtuiging. Die we, die we bij de wedstrijd nu ook hebben laten zien. Uh, ja, dus ik denk gewoon een uh, dik verdiende overwinning. Ja, dat was het ook, hè. die overtuiging. Is dat ook echt op gehamerd op trainingen? Of? Nee, dat vond ik wel meevallen. Het is uh, ja, naar mijn mening iets wat, wat, wat eigenlijk de hele week al bij iedereen uh, leefde. En uh, ja, ik had voor de wedstrijd gewoon al een heel goed gevoel uh, ja, over deze wedstrijd. En uh, ja, dat het uiteindelijk ook zo uitpakt, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Ja, ook voor jou lange tijd. Weer supporters. Ja, fantastisch. Ja. ja, dat is gewoon iets: op het moment dat je het veld opkomt en dat begint al bij de warming up. Uh, dan krijg je al een bepaalde extra energie en een bepaalde boost. Uh... Ja, wat gewoon heel veel enthousiasme, enthousiasme brengt. Uh, ja, en dat maakt de, de wedstrijden gewoon veel leuker om te spelen. Want uiteindelijk ja, zijn dit de momenten waarvoor je traint en waarvoor je eigenlijk uh, op voetbal zit. En zeker de overwinning die je dan samen met de supporters uh, kan vieren. Je stond met Freek uh, in het centrum. Uh, ja, je moet op elkaar inspelen, zei ik al net. Uh, wat spreek jullie met elkaar af? Ja, gewoon een beetje logische dingen. Van oké, okay, wat als mijn spits in jouw rug gaat lopen, mee of overgeven. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je daarin een beetje dezelfde taal met elkaar spreekt. Dat je ervan uit kan gaan van oké, okay, als dit gebeurt, dan weet ik dat in dit geval uh, hij met de spits meeloopt. Of uh, dat hij weet dat ik met de spits meeloop. Uh, ja, gewoon in bepaalde situaties op de trainingen, dan uh, probeer je gewoon uh, met elkaar af te stemmen. Van hé, hey, hoe kijk jij daarnaar? En ja, zo probeer je elkaar eigenlijk uh, aan te vullen. Dan is dat tekendoelpuntje wel jammer, of niet? Ja, natuurlijk. Nee, ja, dat is uh, ontzettend balen. Uh, zeker als we de eerste helft uh, heel effectief zijn uh, en heel effectief met de kansen omgaan. Ja, dan wil je de tweede helft gewoon, uh, gewoon op de nul spelen. En uh, ja, dat hij dat dan nog zo valt uh, vanuit een doeltrap, ja, dat mag niet gebeuren. Ja, hoe is jouw eerste thuiswedstrijd überhaupt ervaren? Hoe heb je dat ervaren? Ja, fantastisch natuurlijk. Uh, zeker met de supporters uh, die een fantastische sfeer uh, brengen in het stadion. En dan nog een uh, overtuigende overwinning uh, erbij. Dus ja, beter had ik het niet uh, kunnen wensen.